You too, Pride in the Name of Love, hier op Breda Nu. Het was 7:05, jongens. Maar we moeten toch gas geven, want de buurman straks die staat om 9:00 aan te kloppen. En Marcel, ben je nu, jongen? Ja, ik hoor mezelf. Anders pak even die andere. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Of maakt dat dus geef hem anders even een zetter ding. Ik hoor jou luid en duidelijk. Nou, dan is het goed. Dan helemaal goed. Ja, dat is beter dit. Inderdaad, Pride. Ja, dat was leuk. Ja, de muziek is weer uitgekozen door jou. Ja, ongeveer, hè? Onder andere. We hebben een leuke lijst, maar we hebben de terugblik. Ja, we waren zeer Pride afgelopen vrijdag. 5-0, hè, joh. Ja, ja. Maar niet mis. Wij leunden gewoon even lekker achterover op vak G. Nou, ja, precies. Dat wil ik dus zeggen. Want het was anders dan dat ik gewend was, zeg maar. Want het voelde heel anders aan. Het was ook helemaal geen billenknijpen. Het was gewoon heel normaal eigenlijk. Zo heel relaxed. Ja. Van, oh ja, we hebben gescoord. Oh, dat is de eerste. Ja, ja dat is de eerste. En dat stond er eigenlijk helemaal niet van te kijken. Nee. Want natuurlijk, Fortuna Sittard was natuurlijk wel gewoon ontwikkeld zwak. Ik heb ze op de rat al bal op het dak 14 genoemd. De Limburgse variant daarvan. Ja. Want die waren echt niet goed. Dat was echt verschrikkelijk slecht. Maar ik heb even zitten kijken op de ranglijst van de eerste divisie. Mm-hmm. En Fortuna is de ploeg met de meeste doelpunten tegen. En de 1 na minst scorende ploeg. Dus yeah. Dan weet je het wel, hè? Het zou typisch NAC zijn om dat nu juist tegenovergestelde te laten zien. RKC stond ook onderaan toen we daar tegen moesten. Ja, inderdaad. Eén verschil, dat was uit. Ja, maar dan nog. Dan nog. Ja. Nou ja, nee. Even de debutanten. Gad Damen. Ja, dat was mooi. Hè, want wat vond je daarvan? Die stond toch in één keer in de basis. En daar stond toch eigenlijk een beetje van te kijken. Hij was een beetje zenuwachtig in het begin. Ja, zijn eerste balcontacten waren naar eigen zeggen. Zoals hij zelf ook moest toegeven. Het waren toch een beetje wat onzeker. Maar hij werd goed opgepikt. En hij scoorde wel. Ja. Wij zeiden al, als die goal, ik vond hem mooi, joh. Ik kon hem goed zien bij mij vandaag. Ik zat op B-side tegenover jullie. En oh man, ik denk, nou, paats helemaal. Er stond ook niemand om hem heen. Nee, dat niet. Maar wij hadden al gezegd, als Maties daar had gestaan, had hij tegen zijn schouder aangekopt. Zoiets. Was hij uitgegleden. Had hij ze over zijn of schoen, overkoppen of zo. Had hij proberen te half voorbij schoen. Hij zag er echt mooi uit. Strakker in mooi bovenin, bam. Tegen de keeper aangelopen, dat soort dingen. Van zijn knie afgesprongen, terwijl hij wilde koppen, dat soort dingen. Gaat dame, heel simpel. Lekker linkervoetje en hij kopte hem gewoon... Cool, hè? Cool in, ja. Dat is juist een woord. Ik vind het mooi, zo'n gast. Hij is amateurbasis bij NAC nog steeds, ja, hè? Ja, nog wel. Maar NAC gaat hem, als ik het goed begrepen heb, Leon een contract aanbieden. Ja, er ligt een meerjarig contract voor me klaar. Maar dat was er al in januari al sprake van. Maar NAC heeft nou gewoon simpelweg nog geen geld voor deze jongen. En ik denk dat ze hem nou in ieder geval warm willen houden voor dat contract. Dat ze hem in ieder geval een profcontract kunnen aanbieden. Categorie... Nou, Categorie leuk speulertje. Dat kan alleen nog wat beter. En hoe oud is hij? 18, hè? 18, ja. 18, ja. Hier, kijk. Jong, hè? Ja, heel jong. Ja. En maar goed. Een enorme joekel van een gunfactor, want iedereen wil nou vanaf nu dat hij erin staat. En ik denk dat wel gaat lukken. Inderdaad. Een andere debutant. Leon, hoe heet je ook alweer die spits? Ernest. Hij wil een Twitter-account. NSUNL16 of zo. Oh, jij kan hem ook goed. Maar hij kan net zo goed Engels als dat ik Turks kan. Oh. Dus dat komt niet echt heel goed uit. Dat zijn heel bijzondere interviews. Moet je het zo slecht, Leon? Wat vonden we van zijn debuut? Hij stond wel... ik vond hem... Ja, je kan wel gelijk zien dat hij een echte spits is. Ja. Hè? Zeker bij zijn doelpunt. Goed spullenke. Gelijk die ruimtes zien. Goed spullenke. Nou, een serieus punt. Want het was inderdaad een echt spitse doelpunt, zoals we wel zeggen. Ja, de 9 van de 10 NAC-spelers schieten die bal blind recht vooruit op de keeper. Ja. En hij keek gewoon en hij schiet hem in het hoekje. Ja, hij heeft nou nog niet dat statische, zeg maar, wat de meeste spitsen altijd hebben. Hij is nog lekker dynamisch, hij ziet de ruimtes, hij duikt erin. Hij is nu nog lekker dynamisch? Als hij 5 jaar ouder is, dan niet meer? NAC-selecties kennende. Dat soort spelers die dat in het begin in zich hebben. En die denken van, we hebben eindelijk een spits die het snapt. En dan wordt hij helemaal vernakkeriseerd, zeg maar. Tot een statische etalagepop. Ja, ik zag een actie van hem. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Robert zelf, ik weet niet of jij het gezien hebt. Hij kreeg op een gegeven moment een bal in de lucht aangespeeld. En hij nam hem gewoon in de lucht aan. Zonder dat die bal 6 meter van zijn voeten sprong. Zonder dat hij zijn benen brak. Hij leek niet nerveus. Nee. Hij viel in op 70 minuten of zo. Hij was helemaal niet. Nee, ik vond hem enorm zelfverzekerd. Maar die bal aanname, wij keken elkaar aan op vak G.
Wacht even, is... Als jullie dan daar ook konden zien... Shirt al? Kan dat iemand in een geel shirt? Hallo? Zit hij bij NAC? Dat is een... Maar goed... Fortuna speelt toevallig ook in geel. Ja. Maken we een vergissing? Ja. Maar dat was wel mooi om te zien. Inderdaad, iedereen allemaal elkaar aanstoot. Kijk, heb ik het ook gezien. Ja, dat zag ik ook. Ja. Dus dat was erg leuk om te zien. En ja. Inderdaad, wat je zegt, goed bewegen. Niet zenuwachtig hoor. Ik helemaal vond het heel zelfverzekerd. Nee. Ja. Heel zelfverzekerd. Ja, misschien dat we daar nog wat... Het is wel leuk om hem te volgen trouwens, want hij twittert in het Turks... het laatste tweet van 20 februari en die gaat even, zo... Kun je dat even voorlezen? Kirli Servi in zijn, rulululululu, kirkelierter, kirkelier... Dat was na de wedstrijd, hè? Curar list weer kirkelier, Aziz Nezin. Dat is volgens mij een citaat van Aziz Nezin. Wie is moeder? Hij schrijft niks nog over de wedstrijd. Wat zei hij nou over moeder? Maar join me, Enis Unel 16. Goed, mensen die hem willen volgen... We hebben nog 1 minuut trouwens in de timing. Ja, ik ben wel streng natuurlijk. Ik vind hem nu al niet meer te volgen. 12:13, hè? Dus hebben we nog... Anderhalve minuut. Wat, ik vond Fortuna wel onthutsend, hoor. Onthutsend, hadden we het dan een beetje over. Die staan met recht onderhand. Het is wel ook treurig weer, hè. Want het is eigenlijk een roemruchtige club. Ja, historie. En ondanks dat in het thuiswedstrijden bij Fortuna zit... dat stadion eigenlijk helemaal leeg zit. Nagenoeg. Er waren maar 700 man vorige week. Blauwe stoelen in dat stadion. Zitten toch weer ruim bijna 300 supporters. Dat vond ik wel weer. Zit het in het uitvak. Dus gewoon een derde van het thuispubliek zit gewoon meer in het uitvak. Ja, maar die hebben wel een hele kleine fanbase, maar wel een hele trouwe. Dat zie je wel. Met hun aanwezigheid hebben ze niet alleen met hun aanwezigheid respect afgedwongen, maar ook de manier waarop. Respect, man. Ik spring nog even van de hak op de tak. Sjoerd Ars is uit vorm. Nou, ik bedoel, er staat hier nu een deur open, maar... Hij heeft pas... Het valt het is al een tijdje, hè? Hij heeft in 12 wedstrijden al maar liefst 2 keer gescoord. In Dordrecht. Ja, nee, in Dordrecht scoorde hij wel. Maar hij had er van de week nog wel een stuk of 3 in kunnen douwen, trouwens. Ja. Nou, dag, man. Maar wat is er met hem? Hij sleurt wel, hij werkt wel, het zomaar wel, dat doet hij allemaal wel, maar... Ja, ik weet het niet. Is hij nog steeds geblesseerd? Of is hij... Nee, hij lijkt niet helemaal fit. Nee, hij is wel fit. Ja, dat zegt hij. Hij moet inmiddels fit zijn. Ja, als hij dat zegt, dan is hij dat. Maar dan is hij dus niet meer in vorm gekomen. Nee, hij is niet meer in vorm. Dat is een beetje het probleem. Ja, en dat is, hij moet zich zeker nu zorgen maken. Hadden we nog meer debutanten of niet? Nee, daar waren ze nog meer debutanten. Dat waren ze even alle twee. Wie vonden we nog meer goed tegen Fortuna? Dat is lastig te zeggen, want het is natuurlijk wel heel makkelijk voetballen. Ja, die goal van Seuntjes was wel lekker. Hoor. Die was ook wel. Wij zaten trouwens weer ongelooflijk te mopperen op Seuntjes. We hadden ook een Seuntjes-fan achter ons staan. Oh. Niet dus. En maar die kon ook niet ontkennen dat het toch wel een leuke goal was. Het was wel een leuke goal. Hij nam hem aan, jongen, die sleepbeweging. Maar wat is dat toch met die Mats? Hij kan dus, dit kan hij dus. Dit kan hij dus. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Maar ja, er zitten af en toe wat foto's in zijn hoofd, hè, geloof ik. Ik zag dat interview van Mats Seuntjes of een van Danny Verbeek voor. Vorige week. Hallo. Dan had hij het er al over van, als onze vriend Mats Seuntjes er misschien toevallig zin in heeft, dan kwam het een beetje zijn Verbeek dat ook? Zou misschien wel dan moet, hij nou, dan, dan moet hij nou net zeggen, dat zegt wel iets. Als hij dat dan moet doen. Ja, leuke ploeg, hè? En daar gaan we het over die ploeg gaan we het dadelijk hebben. Mooi bruggetje. We gaan eerst muziek draaien, want kijk jongens, dit is... Die knalt erin. Dit is vol beat, of niet? Nee, de editors, hè? De editors. Met de vlindertje. Papillon. Papillon. Is toch een vlinder? Ja. Ken je klassiekers?